Aan het Schottengat, de grote natuurlijke haven van Willemstad op Curaçao, liggen de olieraffinaderijen van de Koninklijke Shell. Deze industrie, wel de voornaamste van het eiland, verschaft werk aan duizenden mensen, terwijl de eigen rederij van de maatschappij nog eens enige duizenden arbeiders in dienst heeft. De ruwe olie wordt gewonnen in Venezuela, van waar hij met tankschepen naar Willemstad wordt vervoerd. 45 tankers varen regelmatig tussen Venezuela en Curaçao op en neer. Direct na aankomst van zo'n schip wordt de olie gelost. Via een ingewikkeld pijpleidingnet van vele kilometers lengte gaat de ruwe olie naar voorlopige opslagtanks, waaruit hij later naar de raffinaderijinstallatie zal worden doorgepompt. De ruwe olie wordt in de destilleerinrichtingen gesplitst in lichte en zware producten, variërend van benzine tot stookolie. In vele gevallen worden de zware producten echter aan een tweede behandeling onderworpen, het zogenaamde kraken, dat in deze installatie geschiet en waarbij opnieuw lichte producten ontstaan. Bij dit kraken komen ook grondstoffen vrij voor vliegbenzine, die gedeeltelijk in deze enorm hoge torens bereid wordt. In de grote laboratoria, niet alleen op Curaçao, maar ook in Nederland, worden de producten geregeld op hun kwaliteit en hoedanigheden grondig onderzocht. De gereden producten worden voor een groot deel weer per tankboot, echter ook in vaten, naar alle landen der aarde verscheept. De olieraffinaderijen op Curaçao geven werk aan velen en dragen ten zeerste bij tot de welvaart van het hele eiland.